Mikey Pes hier met een nieuwe filmreview. Deze keer een hele andere film als mijn eerste review. Ik heb een grote doos vol met dvd's waar ik niks meer mee doe. Ik kan ze verkopen voor 10 cent per stuk, maar ik heb de mooiste films eruit gehaald en daar ga ik jullie wat meer over vertellen. Houd er rekening mee dat deze video spoilers bevat. Trainspotting, een Schotse cultfilm uit 1996. Renton, gespeeld door Ewan McGregor, ook bekend als Obi-Wan in de Star Wars prequels, is een jonge man uit Edinburgh in Schotland en woont nog bij zijn ouders die hem steunen in zijn moeilijke tijd dat hij verslaafd is aan drugs, heroïne voornamelijk. Hij probeert zijn leven weer op de rit te krijgen, maar dat valt niet mee als je vrienden ook allemaal verslaafd zijn en je hebt geen baan of school. Zijn vrienden zijn Begbie, Sickboy, Spud en Tommy. Begbie, een agressieve kerel en een soort van alcoholist. Sickboy en Spud zijn net als Renton heroïne verslaafd. Tommy daarentegen is de slimste van het stel. Renton is de grote hoofdrolspeler en we volgen hem dan ook het meest op zijn weg naar een beter leven. We zien hem struggelen met het normale leven. Een baan, een appartement, een vriendin. De heroïne is voor hem toch steeds de makkelijke weg naar buiten. Afkicken van heroïne is niet hetzelfde als geen suiker meer in je koffie of minder mayonaise eten. Regelmatig krijgt hij afkikverschijnselen en raakt hij volledig in paniek. Het is best een bizarre film, met vage psychische momenten. Soms ook pijnlijk en herkenbaar. De film laat mooi zien dat heroïne-junkies ook gewoon mensen zijn. En ook gewoon vrienden hebben en niet volgens ons beeld op straat wonen, geen tanden meer hebben en om euro's bietsen. Ook al scheelt het niet veel. Ook kent de film een goede muziekkeuze. Wat 90s dance muziek, maar voornamelijk Iggy Pop. En dat is toch wel een goede soundtrack voor een Schotse underground film. Toen ik Trainspotting voor de eerste keer keek, was ik na de film een beetje in de war. Zo van, wat de hel is hier allemaal gebeurd? Wauw, wat een vage film. Een baby die tegen de muur aan kruipt. Een frisse duik in de smerigste wc van Schotland op zoek naar zijn zetpillen. Doesn't it make you proud to be Scottish? It's shy being Scottish. But the law is to the law. The scum of the fucking earth. The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization. Some people hate the English, I don't. They're just wankers. We, on the other hand, are colonized by wankers. Can't even find a decent culture to be colonized by. Maar na een tweede keer kijken en wat meer op de details te hebben gelet, kwam ik tot de conclusie dat dit toch wel een hele vette film is. Engelsen en Schotten hebben sowieso een hele andere manier van film maken met bijvoorbeeld Amerikanen. Dus het moet bij mij allemaal een beetje op me groeien. Who the fuck are you? Het is een goede film van 90 minuten, niet te langdradig en geen moeilijk verhaallijn. Je kunt de dvd vastkopen voor €1,05 en is dus zeker een plekje waard in je dvd-collectie en maakt dit absoluut een must-watch. Laat gerust wat tips of suggesties voor een volgende video achter in de comments. Like en subscribe als je mij support in het maken van een nieuwe video. En bedankt voor het kijken naar deze review en jullie zien mij snel terug. Tot ziens!